verzwarend element was hier... Mm-hmm. dat de heer Wiersum een dienaar van de rechtsstaat was. Mm-hmm. Dat moet u als advocaat aanspreken, toch? Ik wil beginnen te zeggen dat dit delict... er is een delict gepleegd, natuurlijk een vreselijk delict is. Laat dat duidelijk zijn. Maar ik zeg altijd dat in rechtszalen in Nederland... we emoties toch eventjes een beetje op afstand moeten proberen te houden. Het element dienaar van de rechtsstaat klinkt inderdaad... op het eerste gezicht goed in de oren, begrijpelijk. Maar dan denk ik, als ik 's ochtends in Amsterdam opsta... en naar een zitting toe rijd... dan zie ik 's ochtends vroeg al die vuilnismannen... mijn stad prachtig schoonmaken, prachtig schoonhouden. Door hun ziet Amsterdam, en ik heel Nederland er prachtig uit, schoon uit. Zit in een schoon land. Als een vuilnisman in Nederland vermoord zou worden... om het leven gebracht zou worden... dan zie ik niet terug... er is iemand om het leven gebracht die helpt Nederland zo mooi te houden... En mijn standpunt is wel... is een leven van de een meer waard dan het leven van de ander? Wacht even, meneer Roethof, want bent u het dan niet met de rechter eens... dat hij zegt, dit is toch wel echt een verzwarende situatie? Ik ben het met de rechter eens als de rechter zegt, dit is zeer ernstig. Iemand zijn leven is ontnomen, super ernstig. Maar heeft ook de samenleving ontwricht, hè? Het is zo dat het ontwrichtende in de optiek van de politiek... De politiek zat eigenlijk in de achtergrond. Dit zou zijn, was het idee, een huurmoord in opdracht van een bepaalde grote, in de optiek van justitie, boef. Ja. Maar dat gegeven is juist niet, in deze zaak in ieder geval niet gebleken. U bent het sowieso niet eens helemaal met de uitspraak van de rechter? Nou, sowieso. Kijk, wat ik terecht vind, is dat de rechters gezegd hebben... voor een enkelvoudig levensdelict... geen levenslange gevangenisstraf in Nederland. Dat vond ik een terecht punt. Ik vond het terecht dat de rechters gezegd hebben in deze zaak... dat de manier waarop bewijs vergaard is, het is een technisch verhaal... eigenlijk onrechtmatig is. Maar 30 jaar voor uw cliënt? Kijk, mijn cliënt heeft gezegd, heeft niet veel gezegd... wat hij gezegd heeft is, ik ben onschuldig. Ja. En als je onschuldig bent, je krijgt 30 jaar... dan kan je daar nooit mee eens zijn natuurlijk. Gaat u in hoger beroep? In hoger beroep gaan is een vraag die ik met mijn cliënt moet gaan bespreken. Ik heb mijn ideeën erbij, want inderdaad op een aantal punten... zeg ik dat de rechtbank echt een andere afweging had moeten maken. Ik heb 2 weken de tijd, dus we hebben 2 weken de tijd. En maar hangt het vanaf eigenlijk? Het is zo dat je niet in emoties moet handelen. Ik zeg, rechtbank, emoties op de achtergrond houden. Moet cliënt ook doen. Dus je moet gewoon een afgewogen beslissing nemen. Maar waar hangt het dan vanaf? Waar het van afhangt? Kijk, het moment dat je in beroep gaat... dan heb je aan de ene kant een proces wat een stuk langer doorloopt. Steeds die gang naar de rechtszaal. Vinden sommige mensen belastend aan de ene kant. Aan de andere kant, daar moet ook gewoon heel reëel in zijn... appelleren is riskeren. En u gaat niet zo vaak in hoger beroepen? Nou, ik krijg meestal hele goede uitspraken. Ik hoef niet in beroep te gaan. Grapje hoor. Maar inderdaad, ik maak een afweging. Ja. En het is een bekend gegeven dat het Amsterdamse Hof erg streng is... als het gaat om geweldsdelicten. Is een bekend gegeven. Maar de kans is klein dat u in hoger beroep gaat? Dat zeg ik niet.